Het parlement roept op dat de regering maatregelen treft zodat banken het financieel verkeer van het land niet stremmen. Dit zei VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet Toezicht Bank en Kredietwezen 2023. Het stremmen van het financieel verkeer kan invloed hebben op de economische ontwikkeling van het land. Hij vindt dat het niet zo gemakkelijk is voor de burger om bijvoorbeeld een rekening bij de bank te openen. Gayadin verwacht dat de minister van Financiën en Planning goed ingaat op dergelijke kwesties. Wanneer we praten over financial inclusion, dan is het zo, wanneer die kritische kanttekeningen gemaakt worden en IDB vandaag in hun presentatie aangeeft wat de beperkingen zijn, waar banken hebben nagelaten, zij komen niet met het verwijt, maar zij geven aan wat de oorzaken zijn. Ik breng het zo op mijn manier. Dan is het niet zo eenvoudig, minister, om hier in uw beantwoording aan te geven, ja, mensen moeten zich voldoen aan de compliance regels en als ze niet voldoen, dan kunnen bankrekeningen niet geopend worden. Daar gaat het niet om. Dat was niet de vraagstelling. Gayadin benadrukte dat het zelf moeilijk is voor buitenlandse functionarissen om een bankrekening in Suriname te openen. Vanuit de regering zou niet steeds gewezen moeten worden op wat de procedures zijn, maar dat gekeken moet worden hoe dergelijke zaken vergemakkelijk kunnen worden. Daarvoor hebben we wetgeving hier in het parlement goedgekeurd. En minister, wat ik vraag, wat leden hier gevraagd hebben, is minister niet om aan te geven, zo is het, zo gaat het en zo moet het gaan. We maken wetgeving om ervoor te zorgen dat de financiële afwerking steeds beter en beter en beter wordt. Dus als wij hier NRA-wetten goedkeuren en daarin staat hoe due diligence onderzoek gedaan moet worden, dan moeten de instituten het naleven. Gayadin benadrukte dat de banken zich moeten houden aan de nationale wetgeving.